Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag is het een nieuwe aflevering van Minecraft Map Making aflevering 3. Ik had vorige keer een aparte aflevering even gevraagd of jullie wat leuke ideeën hadden voor uh, de custom map of je even een uh, script wilt inzenden. Ik heb uh, een aantal mails gehad, ik heb echt uh, twee uh, volledige scripts gekregen, twee uh, doc bestanden en ik heb drie andere mailtjes gekregen. Maar je kunt nog steeds uh, je mail uh, sturen met ideeën voor een script van de map. Ik ga nog niet uh, direct eraan beginnen met... Uh, het hele verhaallijn zelf. Ik wil even, vandaag even. Ik had een leuk idee. En uh, Ik ging even nadenken. Wat wil ik vandaag doen? Ik had. Boom! Dat ga ik doen. Um, ik wil wat dingen gaan doen met textures. En dat. Uh, een uh, soort van. Ik wil namelijk. In een map. Natuurlijk uh, portals gaan gebruiken. Alleen op een andere manier. Niet zozeer. Dat. Uh, uh, je echt naar de nether gaat. Ik wil de nether juist. Uh, ver, uh, vermijden. Maar juist alles in de overworld wil ik gaan doen. Dus. Uh, wat ik als idee had. Is om. Um, wat uh, dingen die hier te gaan plaatsen. En, nou, dit bijvoorbeeld: Purple Saint Class. Kijk, mensen stelden voor, maak hier een portal van. Is een beetje lelijk. Dus ik had het idee. Ik kan natuurlijk een resource pack maken in de map zelf, natuurlijk. Ga ik nu doen. Dus even de game quitten. Even hier naartoe gaan. Dus ik heb hier uh, de I-Mine Quest map. Ik heb even hier resources aangemaakt: Assets, Minecraft, textures, blocks. En hier plaatsen we deze portal en het animatiebestandje erbij. Zo. Dan kun je gewoon editen met uh, Notepad. Kijk eens aan. Oh. Is dat animation is helemaal leeg. Dat is apart. Dat hoort niet zo te zijn volgens mij. Even kijken. Volgens mij moet dat worden opgevuld. Uh, maar even nou kijken. Even dit iets meer zichtbaar maken. Zo. Um, app Data. Minecraft. Uh, oh. Versions. Uh, Snapshot openen met WinRar. En. Assets, Minecraft. Uh, textures, blocks. En dan portal moeten we hebben. Datebook hebben. voor deze dus. Uh oh, niet veel screen gaan hier mee. Eigenlijk wel eens behandelen, denk ik. Uh, even zien. Uh, we waren in deze map. Ik heb deze eruit halen. En die vervangen we dan gewoon. Replace. Zit er nu wel wat in? Nou, oh, hij is gewoon bij default leeg. Dat is apart. Maar ja, even deze hernoemen naar uh, het ene blok dat ik eerst hier had. Dat heet even... Naar het glas gaan. Uh, dat heet gewoon... Uh, Verzien. Glass purple. Naam kopiëren. Zo, en deze. Punt PNG. Volgens mij moet hij het nu dus uh, doen. Even... Hier een zipbestand van maken. Add to archive. Zip. En die dan. Hier plaatsen. Oké, okay, laten we even gaan testen. Hopelijk werkt die. Please. Wow. Kijk eens. Perfect. Dit is gewoon. Portal. Alleen dan is het geen portal. En ik kan het nog beter doen. Bedenk ik me nu opeens. Wat nou? Als ik. Het volgende ga doen. Um... <totstuk> het ziet er zo apart uit dit. Oké, okay, ik heb nu een idee. Want je moet ook echt in kunnen staan. En er zijn een paar blokken die dat dus echt kunnen en uh, die ook dun zijn. Dat zijn dus fines. Kan dat? Uh, je kan het met kop, Nee, niet eens. Um... Ik kan. Even kijken. Wat is nog meer? Eén dun. Uh... Deze niet allemaal models. Uh, eigenlijk alleen maar. Uh... Finds. En even kijken. Nee. Dus ik ga eventjes met MC Edit. Even deze hoekpunt erin zetten. Even MC Edit openen. Ga ik eventjes daar uh, Finds plaatsen. Als ik, het, ik kan het niet met uh, normaal Minecraft plaatsen. Want dan uh, gaan ze automatisch weg. Ik kan met Berries wel gaan werken. Alleen dan kun je niet er niet erdoorheen lopen natuurlijk. Even kijken. Minecraft. Uh, saves. En dan gaan we naar iMineQuest. En dan level.dead. Openen we met, met MC Edit. De punten ook nodig kan ik zo doen in één keer. Kijk eens, heb ik dit? Film replace. Fine. Uh, Oké, okay, even de, de rotatie richting weten, dat is wel belangrijk. Dus even weer de wereld kwitten. Weer openen. Oké. Okay. Doen wij. Hallo. F3. Oké, okay, noorden staat hier. Noorden of zuiden? Ik kan beide. Dus ik doe gewoon noorden, denk ik. Ja, is gekwit. En openen we de wereld weer. En... Fill and Replace. Finds. North. Fill. Save. En... Ctrl-W. Nu eventjes dat resource pack gedoe gaan. Dit ding openen. Assets. Minecraft textures blocks. Deze een andere naam geven. Gewoon finds.png. En deze ook. Dan moet die volgens mij werken. Finds .png MC Meta. Dat bestand. MC Meta. Dat, uh, slaat op. Um, hoe de animatie moet verlopen. Want deze... Uh, bij default is het natuurlijk een 16 bij 16 afbeelding. De, een texture van Minecraft. Als ik dan bijvoorbeeld deze iets anders, dan is die 16 bij 512 Moet je dus zodanig aanpassen. En het is niet ge Ah, uh, dat werkt niet. Uh, even zien. Misschien is het wel fine, in plaats van fines in de naam. Even gaan kijken. Het ja, is wel, ja, het is fines om te zien. Oké. Okay. Maar dan moet hij dus weten welke uh, blok hij moet gebruiken. En dat kun je dus helemaal met uh, wat dingen, kun je daar intypen. Bijvoorbeeld elke zoveel seconden verandert de texture. Ik weet niet precies hoe het uh, werkt met die uh, commands, maar uh, dat kun je dit daarmee doen. We zien, hopelijk werkt hij. Oh. <laughs> Oké, okay, dit is heel erg apart. Dit is apart. Ik weet nog waarom dit gebeurt. Hij kleurt, de texture is namelijk bij default is het helemaal... Eh, uh, grijs. En dat maakt hij... Dat afhankelijk van de biome... Even kijken, waar is zijn die vines, dingen? Afhankelijk van de biome kleurt hij ze. Waar zijn ze eigenlijk? Ik kan de vines niet meer vinden. Ben ik gewoon zo blind? Of staan ze hierbij? Nog even. Oh! Tuurlijk, ze zijn gekleurd. Dat is waar ook. <laughs> Kijk, dit zijn ze nu geworden. Oké, okay, dat gaat dus niet werken met vines. Wat is een blok dat niet heel... Dat gewoon één... Dat gewoon groot is? Dat als ik last waar ik wel in kan lopen. Um, op zich zijn paintings dat. Ik kan ook wel een model gaan maken. Dat kan ik wel uh, gaan doen. Maar ik wil... Dat is misschien iets meer... Uh, te in-depth als het ware. Ik ga toch gewoon... Nu even voor het steen glas. Ik ga volgende keer even kijken naar de models, denk ik dan. Even eerst even de tutorial op gaan kijken. Hoe je dat precies moet doen. Er is al een modelmaker voor, volgens mij. Dus doen wij hier purple underscore glass. Zo, oh, dat is geen underscore. Dit wel. En hier ook weer. Purple underscore glass.png. En dan is het nu weer goed met purple glass. Moet je gewoon een beetje naast staan als het ware. Ja. Oh. Het is niet gelukt. Waarom niet? Purple underscore glass. Heeft het een andere naam? Blocks. Oh, glass purple heet het. Andersom. Oké. Okay. Dit ding weer openen. Naam selecteren. Dit is trouwens rar Cannot rename. En is dit quit wel? Ja, nu wel weer. Met, uh, hiermee kun je dus uh, zipbestanden maken. En bestanden maken. Openen. Iso en zo. En jar dingen. Oké, okay, nu moet die goed zijn. Ben benieuwd. Ja, nice. Dit is wel goed genoeg. Want die gaat toch... Uh, zo. Je ziet niet eens de, de randen ervan. Als het gewoon een beetje zo staat, is het wel goed, denk ik. Moet ik even de coördinaten van uh, dit blok nemen. Nope. Ik wil een excuus maken. Uh, even kijken. Het player... En dat is de coördinaten. Looking at 33, 25, 381. Um, even kijken. Klopt dit zo'n beetje? Ja. Oké, okay, die bij die coördinaten moet ik daar even een command block voor maken. Give a player. Command block. Oké. Okay. Even wat. Denk je neerzet even wat testen. Ik heb dit nodig. Of wel, die wel. Oké. Okay. En het gaat ook voor alle portals. Ga ik het natuurlijk uh, bouwen. Oké, okay, eens dus even hier een tijdelijke setup maken. Ik kom later dus bij de spawn natuurlijk. Uh, always active. Repeat. Test for. Oh. Een radius van 1. Dat nu is hij false. Uh, ik kan wel hierin doen dat hij dan automatisch uh, uh, zegt: Hij uh, repeat dan gewoon uh, zodat hij redstone heeft. C uh, um, true. Dus wanneer ik daar iemand in de buurt is dan zegt, dan blijft hij true spammen. Nu? Nu niet meer. Nu wel weer. Zodra ik op het randje sta. Van of dit, dit, dit blok. Of op dit blok. Zie je? Nu gaat die uit. En nu gaat die weer aan. Zie je? Gaat ook voor die andere kant. Mooi, dat werkt. Oké, okay, als dat het geval dus is. Als er iemand zit. Um, dan. Even kijken. Dan is het misschien het beste. Om uh, die persoon. Ik okay, heb even naar het wiki gaan van Minecraft. Hoop niet naar Reddit. Um, Minecraft Slowness. Level 7. Oké. Okay. Effect: het player. Um, slowness. Voor uh, 5 seconden 6. Oftewel so, level 7 is dat. Want dan voorkomt hij dat hij dan niet. Sorry, ik doe even dit. Floep. Dan toch. Kijk, dan kan hij niet meer weglopen. En dat doe ik. Omdat ik dan. Anders gaan. Uh, dan loop je erheen. En loop je direct weer weg. En dan gaan die command blocks gaan voor niks aan. En dan krijg je al die dingen om je heen. Word je, je toch geteleporteerd. En dat wil ik liever niet dat je gewoon. Ik wil liever dat je gewoon even stil blijft staan dan. Dus, heb ik dat eventjes... dus doe ik dit eventjes. Um, daarnaast doe ik na een paar seconden ook een ander command aan. Um, misschien eigenlijk wel. Mm, ja, direct wel kan dat. Um, dat is dan namelijk Nocia voor 4 uh, seconden uh, level 1. gewoon. Nu gewoon 1 seconde later. Dat is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 en 1, 2. Dus even kijken. Ik loop erheen. Ik ga die belopen en dan krijg ik Nausea. Wacht even, dat ging niet heel goed. Voor 4 seconden. Misschien moet ik iets erger level doen. Even op mezelf testen. Effect. Let's player Nausea. Um, level of 4 seconden lang, level 1. Dat was heel kort. Het stopt, het stopt al heel snel. Dat is heel raar. Level 3 dan. Oké. Okay. Dat is beter. Maar voor mij maakt het level niet eens veel uit, ofwel. Nee, helemaal niks maakt het uit. Oké. Okay. En 7 seconden, wat doet dat? Zullen we dat weggaan? 7 seconden. Hij ah, doet nog 10 dan. Dus 10 uh, seconden lang Nausea. En dan. Even kijken. Dan na een zoveel seconde wordt hij geteleporteerd. Dus ik doe, ik doe eventjes nu. Even kijken. Um, dit zijn 2 seconden. 4 seconden. Dingen op zwemmen. oh, en dit zijn nu 8 seconden. Dat is wel goed genoeg, denk ik. Uh. Zo, als ik nu gewoon even hier en dan tp://player uh, 0 eventjes uh, testen. Dus stel je voor, ik wil de portal ingaan. gaan. Doe ik dus dit. Kloppen heen. Kan niet meer lopen. Ik krijg nausea. En. Wordt gedeporteerd. Kijken. Zij heeft dan de span terug. Dat werkte wel goed, denk ik. Nog één ding. Dat is natuurlijk het nette geluid. Even kijken: um, Sound. Kijk hoe dat uh, het geluid ook weer heet. Sound.json. Um, portal. Portal. Even zoeken op Nether dan. Portal, portal. Oké. Okay. Die hebben Dan krijg ik dus uh, het portal geluid. Dus even. Play sound. It's player. Portal, portal. Geen geluid ding ook alweer. Uh, sound eerst. En dan het player. Uh, volume. Uh, gewoon dit, dit, dit. Hoe gaat volume ook alweer? Voor mij is, 1, is het gewoon verschaald tot 0,1 tot 1. Ik ben niet zeker. Play sound. We zien. Uh, volume. Bla bla bla. Must be at least. Oké. Okay. Van 0,1 tot 1 dus. Oké. Okay. Dus dit kan gewoon weg allemaal. Oké, okay, nog één keer testen. En die teleport kan wel wat eerder volgens mij. Je ongeveer. Zo goed. Oké, okay, dus ik ga de portal even in. Ik hoor geen geluid. Oké, okay, ik moet een ander geluid gebruiken. Dat is portal.travel. Zo te zien. Ik heb net gekeken. Uh, waar staat hij ook alweer? Of wordt hij überhaupt geactiveerd? Volgens mij niet eens. Nee. Travel. Oké. Okay. Even dat command block even beter plaatsen. Uh, ik kan die hier nu wel. Dus, nog een testje. Ik hoor het geluid niet. Hoezo niet? Oké, okay, apart. Als dus we teruggaan, hier is het commanding. Wat zegt hij? Is too far away to hear the sound. Misschien als ik dit nu doe. Misschien dan wel. Nog een keer. Nee, wat de hel? Hoezo krijg ik niet? Hoezo too far away? Let's um, play player. Misschien moet ik dan toch dit ding erbij doen. Hé. Hey. Oh, nog geïnterpreteerd. damit. Even teruggaan dan. En. 2, 3. Zo. Even die teleport uitzetten. Dat is een beetje. Vervelend nu. Het gaat meer om het geluid. Waarom activeert dat het geluid helemaal niet? Wat de hell? Too far away to hear the sound. Play sound. Het geluid travel bij mij. Op mijn coördinaten, zeg ik hier letterlijk. Maar toch weigert hij dat te doen. Waarom? Play sound. Ehm. Um, dat is nogal apart. Dat zei Play sound zelf. Ehm. Um, Specify the player's target must be a player name or target selector. To specify a position relative to the target. En de target is. ben ik dus. En dit betekent. op mijn coördinaten. Dus dit is, dit is heel erg apart dat dit niet werkt. Dat lijkt me een bug. Maar ja, het hele. bedoeling van dit ding is. wat ik dus nu maak. is om te voorkomen dat ik de nether gebruik. Wil ik dus gewoon. een nep-portal creëren. Die gewoon echt lijkt. Kijk, ik kan als het ware nu instaan. Ik krijg het. Nausea-effect. En dan word ik geteleporteerd naar een. Uh, maak ik een soort van nep netter in de overworld. Zoiets. En dan kan ik vanaf daar uh, naar de andere basis gaan in de wereld. Zoiets. is het idee. Dus ja, um, ik ga even nog kijken waarom uh, PlaySound niet werkt. Dat is nogal apart. Als ik gewoon even dit. Uh, ding gewoon even intyp. Waarom uh, kopieert hij niet? Zo. Ik hoor sowieso niks. Portal travel heet het. Even kijken. Travel. Portal travel. None zegt hij. Wat Bij wat zegt hij none? In game events. Oh. A player travels through or steps out of another portal. Het moet dus trigger zijn, niet travel. Ze liggen daar dus aan. Dat ik niet, gewoon het verkeerde geluid gebruikte. Ehm... Um. Hmm. Werkt nog steeds niet. Dit is apart. Zou ik het iets anders doen? Misschien werkt die. Nood.snare. Nee, niks werkt. Geen enkel geluid blijkt te werken. Ik we ga even alles vol aanzetten. Noodsnare werkt niet. Wat? Dit is al apart. Bijvoorbeeld, sound hier. Mob.pik.c. Dit is gewoon note uh, snare bijvoorbeeld. Of ehm. Uh, nog meer? Eens? Ja, even kijken. Mob.pik.c. Zie je? Hoort niks. Oké, okay, dit is uh, apart. Dit, uh, even kijken of dit een uh, bug is. Maar ja, mensen, bedankt voor het kijken. En uh, stuur je schip nog even in als je nog wat ideeën hebt. En dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.